De premier zelf komt vanochtend naar het strand van Den Haag om twee straatnaambordjes te onthullen. De paden lagen er al, maar krijgen mede op verzoek van de hulpdiensten nu officieel een naam. Twee roemruchte politici worden ermee geëerd. Pieter Paulus en een voorganger van Rutte, Pieter Kort van de Linde. Echte Hagenaar, hij is hier geboren. Hij is in Den Haag overleden. Hij ligt op Oudijk en Duinen. Zijn proefschrift ging over het strand. Hij kende deze stad door en door. En hij was minister-president. De laatste liberale minister-president. En tot op zekere hoogte ook de eerste voor mij. In 1913 begonnen. Precies 100 jaar geleden. Genoeg reden, lijkt me. De premier maakt er daarom graag tijd voor, zo zegt hij. Nou, ons land in crisis een beetje. En u roept er allemaal op van actie. Heeft u echt wel tijd om een straatnaam te onthullen? Zeker. Kijk, dit is in Den Haag. Dus ik ben op weg naar kantoor. Duurt een half uur. Als je dat soort dingen niet meer zou kunnen doen, dan doe ik mijn baan ook niet goed. Dat op de dag dat bekend werd dat de coalitiepartijen VVD en Partij van de Arbeid met de oppositiepartijen D66 en CDA ook hier op het strand verkennende gesprekken zouden hebben gevoerd om toe te treden tot het kabinet. Maar dat ontkent de premier. Er vinden constant gesprekken plaats over allerlei dossiers. Dus ik praat zelf met fractievoorzitters, fractievoorzitters praten onderling. Dat is het normale politieke handwerk. Dus er zijn altijd heel veel ontmoetingen in Den Haag en daarbuiten tussen politici. Maar het idee dat de coalities hebben gevraagd aan D66, kom erbij, dat klopt niet. Bij de onthulling ook de trotse verre nazaten van Pieter Paulus. Ja, zeker. Ik denk niet dat iedereen dat kan zeggen dat er een straatnaambord met de familienaam erop staat. En ook zeker vanwege de locatie en de statie, de buurt eigenlijk van Den Haag. Ik denk dat dat feit dat Mark Rutte zelf komt om het te onthullen, ik denk wel dat dat genoeg zegt. Ja, het is hartstikke leuk. En hij heeft... Ja, eigenlijk al lang genoeg ondergesneeuwd geweest. Want je ziet veel... Pieter Paulus. Pieter Paulus, ja. Want je ziet heel veel over staatslieden na 1800. Hij is er net van voor. Daar hoor je niet zoveel over. En waarom zouden we hem moeten kennen? Omdat hij toch aan de wieg heeft gestaan van de democratie in Nederland.